Volgens die COVID-19 inentingsprogram sal die inentings in 3 fases plaasvind en sal het by die meest kwetsbare persone in Suid-Afrika begin. Daar word beoog dat 67% van die mense in Suid-Afrika teen die einde van 2021 ingeënt sal wees, sodat kudde-immuniteit bereik kan word. Die 3 fases sal soos volg plaasvind. Fase 1 begin met die eerste linie gezondheidswerkers wat dagelijks blootgestel word aan mense met COVID-19. Fase 2, fokus op werkers in noodzakelijke diensten, mense in plekken waar baie mense saam geconcentreer is, soos bijvoorbeeld verpleeginrichtings, volwassen zorgfaciliteiten, skuilings vir haweloses, aanhoudingsinstellings, gevangenisse en skole. Dan ook persone ouder as 60 jaar en persone ouder as 18 jaar met levensbedreigende siektetoestande. Fase 3 sal dan fokus op alle ander persone, ouder as 18 jaar. Net soos het tans die geval is met die gesondheidswerkers, moet die mense in die groepe wat deur fases 2 en 3 gedek word, ook op een stelsel registreer en sal hulle aan een spesifieke inentingsplek toegewys word. Alle persone wat ingeënt is, besonderhede sal in een nationale register geplaas word en hulle sal van een inentingskaart voorsien word. Die Nationale Departement van Gezondheid sal leiding gee en die mense in kennis stel wat groeperinge volgende kwalificeer vir die enstowwe. Dit sal afhang van die beskikbaarheid van die dosisse, as ook die dekking van die vorige prioriteitsgroepe. Bejaardes sal tydens fase 2 van die nationale uitrolprogram ingeënt word, dus na gezondheidswerkers. Daar is echter tans geen aanduidings wanneer met fase 2 begin sal word nie.